Hoe is het om weer terug te zijn? Ja, leuk. Een tijdje geleden. Vorig jaar precies een jaar geleden, denk ik, Zweden uit. En nu weer terug, dus ik ben blij om terug te zijn. Rekening mee gehouden dat je opgeroepen had kunnen worden? Jawel, ik ben eigenlijk altijd wel opgeroepen geweest. Alleen heb ik gewoon heel veel last gehad van blessures. En ja, die tijd hoop ik nu achter me te laten. Ja, dus vandaar dat ik wel rekening hield met... ik wist dat ik in het vizier was, dus ik hield wel rekening met een oproep. Ik zag je vandaag wat langer met de advocaat praten aan het einde van de training. Waar gaat het dan over? Het ging meer over de training. Wat tactische dingen, wat er in de training gebeurde, wat beter kon en wat goed ging. Dus er was niks bijzonders. Ja, laat niet weten van, houd er rekening mee dat. Nee, heb niks laten weten. Wat is je gevoel? Wat denk je? Moeilijk te zeggen, ik weet het niet. We hebben nog niet tactisch getraind, dus eigenlijk ik kon nog niks opmaken uit de training van vandaag. Dus voor mij is het gewoon belangrijk dat ik laat zien wat ik kan op de trainingen en probeer de bondscoach te kunnen te overtuigen. En dan, hij zal wel weten wat ik kan. Dus. Als ik kijk naar ons als journalisten, dan zijn we alleen maar aan het rekenen. Hoeveel moet je daar winnen? Hoeveel moet je daar winnen? Hoe gaat het bij jullie in de groep? We hebben het eigenlijk eerlijk gezegd niet heel erg over gehad. Het is wel duidelijk dat we veel moeten scoren en twee keer moeten winnen. Zweden speelt voor ons, dus we weten wat ons te doen staat in Wit-Rusland. We moeten natuurlijk hopen op Luxemburg die een beetje tegenstand kan bieden. Is het een voordeel dat Zweden voor jullie speelt? Kan. Hoeft niet natuurlijk. Je hoopt natuurlijk dat Zweden een kleine overwinning boekt of misschien wel een gelijk spelletje. Alleen dat heb je niet in de hand. We moeten die wedstrijd spelen. We weten wat Zweden dan heeft gedaan en vanuit daar moeten we zorgen dat we de wedstrijd winnen. En het liefst met veel doelpunten. Ik heb al jouw wedstrijden er even bij gepakt. Jij hebt één keer met heel veel doelpunten gewonnen, hè? Ja, Hongarije thuis dacht ik. Ja, met 8-0 dacht ik. 8-1? 8-1, ja. Dat zou mooi zijn nu. Ja, dat zou zeker mooi zijn. Ja. Daar tekenen we voor. Dat was natuurlijk een hele andere periode in een hele andere situatie van Nederland zelf al. Alleen als wij daar gewoon een goede overwinning kunnen behalen met een hoop doelpunten verschil. En hopen dat Zweden dan zich rustig houdt. Dan hebben we een mooie laatste wedstrijd tegen Zweden waarin we hopelijk alles nog recht kunnen zetten. Hoe ziet jouw ideaal plaatje eruit? Ja, uiteindelijk dat we doorgaan naar de play-offs. Dat is het maximaal haalbare vanuit deze twee wedstrijden. Maar is het dan gelijk blijven op de eerste wedstrijd qua doelpunten saldo en dan met 3-0 winnen van Zweden? Dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik wil gewoon naar die play-offs. Hoe dat maakt niet uit. Hoe was je vroeger met hoofdrekenen? Nou, ik ben net zo goed in rekenen geweest. Moet je wel gaan doen in het veld? Nee, ik denk dat wij gewoon echt puur naar onszelf moeten kijken. En natuurlijk, die laatste wedstrijd, weet je welke uitslag je nodig hebt om door te kunnen gaan. Maar de eerste wedstrijd moeten we gewoon spelen om te winnen, ten eerste. Want je hebt ook nog niet zomaar gewonnen, dus je moet eerst spelen om te winnen. En dan inderdaad het liefst met veel doelpunten. Het vertrouwen is er wel, hè? Ja, bij mij wel. Ik ben ook een tijdje uit geweest, dus ik ben fris. Ik heb er zin in. En, wat ik ook zei hiervoor al, we moeten gewoon heel positief blijven. Anders heeft het sowieso geen zin om hier aan te beginnen. We weten wat ons te doen staat. We hebben nog de laatste twee wedstrijden. Dus we moeten gewoon alles geven en gewoon proberen die play-offs, naar die play-offs te gaan. Hoe staat de andere kant van de zee? Ja, dat gaat goed. Ik heb het naar mijn zin in Engeland. Het is nu mijn vierde seizoen. En wat ik zeg, afgelopen jaar wel een heel ongelukkig jaar gehad met blessures. Dus hopelijk is dat nu achter me en kan ik gewoon dit jaar weer knallen.